We zijn er nog nooit ergens over eens geweest. Deze nieuwsuitzending gaat over het maken van nieuwsuitzendingen tussen Perry Winkel, ik ben trouwens ingenieur, landbouwkundige ingenieur en professor Dr. Marco Robinson. Want er zijn bepaalde spelregels in acht te nemen. En die gaan vooral de mist in wanneer we het gaan hebben over dingen die niet direct te maken hebben met wat er vandaag gebeurd is. Maar het nieuws in perspectief gezien en ook als je... Marco Robinson gaat altijd weer over de Bijbel beginnen en het leed wat hem is aangedaan. Dat doe ik. Ja, volgens mij wel. Ik bedoel, echt, als ik jou 20 seconden laat doorlullen, dan begin je met de grootste onzin te lullen. Oh, kijk, dat is apart. Nou, stel je even voor aan de luisteraars, zou ik zeggen. Want per slotverrekening doen we dit niet voor onszelf, maar dat het een interessant gesprek wordt. Oké, ik doe een voorstel. En dat is tot de luisteraars? Je richt je woord tot de luisteraars. De kijkeraars, of hoe je ze noemen wil. Dat zij zichzelf aan ons voorstellen. Dan moet je zeggen jullie... In de commentaren, zeg maar. Ja, maar jullie moet je dan zeggen. Hey, hallo. Ik ben mijn naam 327. Ik stel me even aan jullie voor. Ja, maar nu heb je nog niet tegen de kijkeraars gesproken, want dan had je het woord jullie moeten gebruiken. Je gaat niet in gezelschap over iemand anders spreken. Je hebt het tegen mij gehad over de kijkeraars, maar richt je woord nu even tot de kijkeraars, luisteraars. En je krijgt 30 seconden. Hallo fans, hier spreekt meneer De Kleintje. Is dat beter? Ja. Ik denk dat je ervan uit mag gaan dat de meeste kijkeraars, luisteraars ook een beetje jouw fan zijn. Ja, nee, maar je bedoelt, ze geloven me niet als ik dat zou zeggen. Ik bedoel, dan moet ik het zo zeggen. Nee, heb je het weer over in de derde persoon. Hallo fans. Ja. Hier spreekt meneer De Kleintje. Mm-hmm. Wij zijn weer aangeland aan een raar paradox. De wereld blijkt driehoekig te zijn. Dus niet rond, niet plat, maar gewoon driehoekig. Meneer De Kleintje, heeft zijn pillen wel genomen? Ja, die heeft zeker zijn pillen genomen. Oh, okidoki, daar hoeven we vandaag geen zorgen over te maken. Nee, maar dat is het hem nou juist. Ja. Hij heeft me verteld dat hij nieuwe pillen heeft. Oh, inderdaad. Kijk, zie je? Ja. Kijk, dat moet je ook helemaal niet doen, hè? Never change a winning team. Maar die oude pillen waren niet zo goed voor meneer De Kleintje dus. Nou, het heeft meer te maken dat hij ook een nieuwe dokter heeft. Oh, en waarom dan? Die oude was niet goed. Beetje een... Hoe noem je dat? Een kwakzalver. Ai. Ja, die gaf een medicatie. Nou, daar zou zelf Adolf Hitler nog van flauw gevallen zijn. En je weet dat die aardig wat medicatie in zijn donder kregen. Nou, mijn vader kon er ook wat van, hoor. Had hij dat ook? Hij kreeg had lithium. Had hij ook zijn kwak? Nee, die Adolf Hitler mentaliteit. Hij heeft pillen gegeten, jongen. En, hij zei de hele tijd, ik voel er niks van. Hij kreeg steeds hogere dosissen. Toen dacht ik, Nee, maar dat is zoiets als je tegenwoordig een uitsmijter of een omelet eit, zeg maar. Ik merkte niks van die stof. Een uitsmijter of een omelet? Wat bedoel je? Ja, nou, iets met eieren in ieder geval. Oh, de gezeur. Ja. Ja, mijn vader had de officiële pin. Nee, precies. Dus, nu komen we ook gelijk, even voor de kijkeraars. Het is best moeilijk om in een vrolijke, snelle discussie te blijven. Maar ik heb dus even een boekje erbij gepakt en het gaat over eristische dialectiek. Oftewel de kunst van het gelijk krijgen. Ah. Ja. Mag ik er dan ook even een boekje bij pakken? Ik doe alleen maar kunstgreep 1. Oké, doe maar. Dus het gaat er dus om, van je hebt een discussie met iemand en het gaat je er niet om wie er gelijk heeft. Nee, het gaat jou erom. Het gaat erom dat jij een punt hebt en je wil er gewoon doorheen drukken. Nee, dat je jouw opponent onderuit haalt, zodat die ongelijk heeft.
Want als jouw opponent ongelijk heeft, ja, dan volgt er automatisch uit dat jij gelijk hebt. Ja, en daarbij gaat het er niet om wat de waarheid is. Nee, het gaat erom dat jij aan het eind van de avond met 5 cognac in je nek de discussie gewoon hebt. Ja, dat is alles. Nee, daar gaat het om. Ja, nee, uiteindelijk is dat precies waar het om gaat. Ja, nou, dat is dus eristische dialectiek. Irritante dialectiek. Een eristische dialectiek. Irritante dialectiek. Ja, precies. Nou, kunstgreep 1... Nee, maar het is best wel irritant, hè? Als je kunstgreep nummer 1 is precies wat je nu doet. Dat heet de verruiming. De bewering van de tegenstander over haar natuurlijke grenzen heen leiden. De bewering zo algemeen mogelijk opvatten. In de ruimste betekenis nemen en overdrijven. De eigen beweging daarentegen in een zo beperkt mogelijke betekenis binnen zo nauw mogelijke grenzen samen te trekken. Omdat hoe algemener een bewering wordt, zij aan des te meer aanvallen blootstaat. De remedie, de eerste alinea, zou jij mij niet in de reden vallen. De remedie is sorry, ik moet even sponsor. Nou krijg je ruzie met je sponsor. Ga er weg, man. Ik heb net ook mijn sponsor gezegend zonder dat jij het hoorde. De remedie is de precieze formulering van het twistpunt of de geschilpositie. Ja. Maar goed, als ik dus iets zeg, weet je, we hadden het vanmiddag bij de voorbereiding gehad over dus een... die ik dus onzin vind, die betekenisloos is, en dat is de zin, God bestaat. Ik heb ook Marco gezegd dat ik niet meer wil dat hij God en bestaan verbindt tot elkaar, en ook al gooi je daar een negatie overheen, in de zin van, niet waar, God bestaat niet, ja. Dus beweer dat hij niet bestaat, dus ik mag ook het woord niet in die context niet gebruiken. Precies, precies. Je moet het niet combineren. Je zegt ook niet... Dat is een dubbele ontkenning. En dubbele ontkenning, dat is een bevestiging. Absoluut niet. Niet volgens de logica van Lutse Brouwer, waarvan jij gelijk zei... Ha, wat een grappige naam, zeg. Nou, iemand met zo'n grappige naam, die kan nooit wat goeds gezegd hebben. Nou... Dit wat je, nu waar zegt, hè? Wat je dit hier vandaan? Wat? Lutse Brouwer. Wat je zegt. Wat? Wat een slapge ouwe hoer wat je nu zegt. Sorry? Alsof ik grote filosofen zit uit te lachen of zo. Ja. Nou, zeg. Ja, dat doe je gewoon. Technisch gesproken. Nou zit je me gewoon helemaal verkeerd. Absoluut niet. Van mij te schetsen. Het is gewoon echt waar. Zit hem nu Niet. Ja, maar jij weet ook niks van Lutse Brouwer. Je hebt ook trouwens vanmiddag tijdens een voorbereidende gesprek niet gevraagd waar het hem dan om ging. Maar als je zou weten waar het hem om ging, dan zou je snappen dat ik gelijk heb. Ja. Ja, iemand die Lutse brouwt. Bijvoorbeeld, precies. Ja, kan je wel over zijn naam gaan beginnen? Ik weet niet of dat ook een kunstgreep is, maar dat ga ik nu niet opzoeken. Zal ik dat even laten opzoeken door meneer de Kleintje? Of, nee, dat heeft ook geen enkele zin. Nee, oké. Nee, ook niet. Nee, waarom niet? Wat ik dus wel dacht, als we dus gewoon ophouden met dat boek waarvan we de naam niet meer noemen, want daar krijgen we toch alleen maar gezeik van. Ten meer omdat ik hier eentje heb staan en die kan allerlei boeken kan ik zo vinden. Nee, kunnen we beter de Edda gaan lezen of zo? De Edda, ja. Ja. Nou, vertel eens wat over de Edda. En daarna kom ik met een boek, ja? De Edda, dat is een IJslands geschrift... waarin een groot stuk van de Noorse mythologie is opgetekend. Mm-hmm. Eigenlijk het grootste gedeelte wat we ervan kennen. Mm-hmm. Ik zat eventjes bij... kan jij niet zien, want ik heb de videodinges uitstaan. Maar ik ben wel een schermopname aan het maken, dus ik pak hem er even bij. Dat is E-dubbel-D-A, toch? E-dubbel-D-A-H volgens mij. Aha. En dan... Ja, Albert Heijn heeft er ook nog wat mee te maken. IJsland, zeg jij dus? IJsland. Edda. IJsland. Ja, of Deens. Edda, IJsland. Of Germaans. Hotel Vikings, Edda. Of, maar het is volgens Edda. Mij is het enige bewaarde exemplaar ooit in IJsland aangetroffen. En hebben we dat verder gekopieerd vanuit dat exemplaar. Oké, dus hier staat Oud-Noors. Oud-Noors. Ja, Noors. Ja. Nou, volgens mij toch IJslands, maar goed. Het gaat om een verzameling van 2 middeleeuwse... Oh, de IJslandse literaire werken, ja. Juist.
Nou, zie. Wat is nu bekend is onder de naam Proze Edda. Ja, mooi. Wat vind je, waarom is het de moeite waard om onze kijkeraars hiermee te confronteren? Nou, als je dat gelezen hebt, ja, dan wordt ineens In de Ban van de Ring ineens een heel ander boek. Oké, dus het is alleen voor mensen die in de Ban van de... Ja, het is een soort... Oké, ja, dat is een hele mooie. Bijvoorbeeld dat er in de Edda een figuur is die heet Gandalf. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En het, ja, oké, maar zou het dan kunnen dat die J.R. Tolkien, dat hij eerst de Edda had gelezen voordat hij... Ja, dat heeft hij zeker gedaan. Oh, oké. Maar hij heeft dus zonder meer plagiaat gepleegd. Mm-hmm. Maar ja, wie heeft dat niet gedaan in die vroege tijd, als je legendes opschrijft, weet je wel. Dan wil ik geen boeken bij naam noemen, weet je wel, maar... Nou, die naam noemen we niet meer, ik heb het toch alleen met ruzie, ja. Precies. Maar daar gebeurde het ook. Hè? Bedoel, ik noem maar het verhaal van... Pas op. Want ik heb hem hier liggen. Hè? Ik pak de teksten erbij. Hè? Ik heb de King James online. Nee, jongen. Ik heb het maar even over het Gilgamesh-epos. Oh nee, dan zijn we nog in veilige wateren. Ja, zo. Ja, nou. Veilige wateren. Noem je dat veilige wateren? Ja, want we hebben het niet over gevaarlijke boeken. Ja. Ja, nee. Dat is die gast die toen de hele wereld onder water kwam te staan. Dat komt uit het Gilgamesh-epos. Dus ik kan ook nog van dat soort verhalen blijven vertellen zonder dat boek te noemen waar we altijd ruzie over krijgen. En we, oh, de Gil, ik pak er ook eventjes bij. Gilgamesh? Oh, ook? Ja. Nee, online man, kom op. Ja. Oh. Ja, ik heb geen Linux, die van mij werkt altijd. Ja, je hebt een Apple, hè? Ja mensen, dit is geen echte ruzie hoor tussen ons, het is gewoon een beetje pest als collega's. Nee, maar een Apple, dat is toch Unix of niet? Ja, is Unix. Ja, oké, dus bullshit. Ja, maar geen Linux, niet van die... Nee, maar ik zie de meeste dingetjes online zijn, en dat is het gek hè, van, ik hou van dingen waar ik wat van leer. Aha. Oké, okay, ze hebben mij verteld dat 95% van de mensen Windows gebruikt. Ja, okay, even terug naar ons gesprek. Hè? Gewoon niet al te veel dwalen natuurlijk. Want je hebt het over de Edda gehad. En toen zou ik het over een ander boek mogen hebben. Maar mag je nog een boek. En dat is de Epic of Gilgamesh dus. Wat vind je daar dan van, mooi? Nou, dat is een hartstikke mooi boek. Even kijken hoor. Dus oh, dat komt uit Mesopotamië. Ja, onder andere. Dat is 2100 voor onze jaartelling. Ja. En een van die verhalen die erin staat, gaat over een wereldwijde vloed. Ja. Dat de hele wereld onder water staat. Ja. Bij van spreken dat zelfs Mount Everest onder water staat. Ja. Daar staat het. Ja, precies. En dan landen ze op berg Ararat. Weet je wel, ik bedoel, waarom dan niet meteen in de Himalaya? Ja. Nepal of zo. Ik moet dan wel denken. Dit doet me eigenlijk wel denken. Als je dat zo hebt over die vloed. Aan Al Gore. Hè? Die is de tweede film. Is een beetje geflopt al. Hè? Ja, dat is alweer een keer een. Een beetje. Hoe noem je dat? Wat een beetje niet kunnen doen. Beetje beschamend. Ja, precies. Mensen een beetje proberen de waarheid te vertellen. Dat er dus weer een vloed aankomt. Ja. Nou het water gaat omhoog. En dan moeten we in Nederland zeker... Wacht even. Beweer jij dat wij een taalverschil hebben over eb en vloed en dat we moeten bepalen bij welke vorm, bij de ene gaat het water omlaag en het andere gaat het water omhoog. Dus we zijn het erover eens dat jij mij dus gelijk gaf. Dat je zei, ja, hij predikt een komende vloed. Of bedoel je toch een soort app? Want met jou weet je dat maar nooit, hè? Nou, waarschijnlijk. Dat is gewoon het ruimer trekken der beweringen. Dat was een zandvloed. De Noordzee kwam droog te liggen, want alsmaar zand werd gevloed. Maar kijk naar het volgende. Als het nou maar warmer en warmer wordt, kan het zijn dat de golfstroom verdwijnt. Oh. En dan gaat het in Europa een stuk
kouder worden. Ja, 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 ja. Oftewel, dan krijgen wij in Europa ijsbergen en gletsjers en een heleboel sneeuw en ijs. Ja, ja. Maar, voor de rest van de aarde blijft het klimaat ongeveer hetzelfde. Oh, alleen Noord-Europa is de bok. Ja, dan zijn wij gewoon de lul van onze eigen industriële revolutie. Huh? Zeker, ja, nu maak je... Ja, dit heb je wel gezegd. En dit wordt opgenomen ook, jongen. Hier ga je voor verantwoorden. Dat was een hele sprong, hè? Ja. Dat we de lul zijn voor onze eigen industriële, van onze eigen industriële revolutie. Jezus. Ja, en die Amerikanen die hebben de scheid aan. Want voor hun verandert er niks. Oh, dat is een goed bericht. Ja. Hooguit wat meer bosbranden. En, maar ja, dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Dus, ik ook. En ik vind het ook... ik denk ook dat niemand dat durft. Hè? Maar iemand zou met een YouTube-camera naar Zandvoort moeten gaan. Dan heb je minimaal 30 horeca-establishmenten. En daar al die bezorgde uitbaters moeten interviewen achter in de keuken. Dat niemand dat hoort. En dat ze dan spreken over... Ja, inderdaad. Het wordt steeds hoger, het water. Want het is wel lekker weer. En hebben we veel gasten. Maar ja, dan gaat die zeespiegel zo stijgen. Ja, ja. En ze gaan steeds kortere boeken Hoeveel zeespiegelstijging... Hoeveel zeespiegelstijging heb jij waargenomen? Jij gelovige in de Satan. In de Satan? Ja, want jij gelooft Al Gore. Nee, joh. Met zijn zondvloedverhaal. En dan gaat de golfstroom. En dan is het dus door de global warming. Hebben we dan geen golfstroom. Dus dan krijgen we koude water. En dan denk ik, ja, gewoon doorfikken met die handel. Net zolang totdat hij weer warm wordt. Ja. Ja, ja. Ja. Wie was het ook alweer die zei van... waanzin is telkens weer hetzelfde doen en falen met wat je doet. Dat was Einstein. Albert Einstein. Ja, ja, nee, en verwachten is dat het een quiz of zo? Nou, dat komt een keertje goed, toch? Ik probeer het gewoon 100 keer. Ja. Het komt een keertje goed. Ja, precies. Pinky and the brain. Ja, en hoe vaak hebben wij industriële revoluties gehad die fout gingen omdat de zondvloed kwam? Misschien hoe vaak is dat gebeurd? Nee, kom op, 10 keer, 30 keer, ongeveer 1300 keer, ligt eraan of je Gilgamesh leest of de Edda of zo. Maar praten we over tientallen keren, honderden keren of duizenden keren? Tientallen keren. Tientallen keren is er een industriële revolutie geweest op deze wereld. Nee, maar wel een... Waarbij een zondvloed kwam, hè? Nee, maar wel een beschaving die ten onder ging. Ofwel aan... maar nu verander je de vraag. Ofwel door ontbossing, ofwel door vuur, ofwel door water, ofwel door zwavel en weet het andere spullen ook. Nee, ik vroeg expliciet om de industriële revolutie. Want jij legt de relatie tussen de industriële revolutie en de globale verwarming. En daar heb ik ook nog een vraag over. En de aankomende zeespiegelstijging, die helemaal niet aan de hand is... Maar tot aan Amersfoort, hè? Amersfoort aan zee had Al Gore Smeerlap. Dat mag ik toch wel zeggen. Maar ik wil hem verder niet beledigen. Ja, maar die vent heeft gewoon, dat is een gelulkoek, man. Nee, maar noem hem dan gewoon Al Goreling, weet je wel. Bedoel, ja, dat mag je ook zeggen, ja. Ja. Bedoel, dan moet je gewoon, als je wat wil zeggen over die man. Ja. Maar geloof jij die man? Die wordt toch tijdelings over geloofd. Die de hele wereld overvliegt om mensen te zeggen van... mensen, jullie moeten niet meer de hele wereld overvliegen. Want dat is luchtvervuiling. Ja, absoluut. Dus ja, ik bedoel... En die man, die moeten we als geloofwaardig beschouwen. Ja, dus jij gelooft niet in Al Gore. Dat is wel gevaarlijk hoor, wat je nou doet. Want de globale verwarming ontkenners... Dat wordt binnenkort... is dat strafbaar, hè? Als je dat in nee, ik zou je zeggen... Dat het hartstikke goed is dat we globale verwarming hebben. Uh-huh. Ik bedoel, vroeger zaten we gewoon met een kolenkacheltje. Uh-huh. En toen kwam de centrale verwarming. Uh-huh. En nu krijgen we de volgende ontwikkeling. Globale. De globale verwarming. Ja, oké. Okay. Kan je een voorbeeld noemen? Heb je het idee dat het ergens warmer aan het worden is? Globaal gesproken dan? Hè? Bij mij thuis is het de laatste tijd wel een stuk warmer, ja. Ja, maar dat is bij jou thuis. Dat is een statistiek van niks. Hoe was de laatste keer geweest dat je bij je Turkse buurvrouw was? Of is ze Marokkaans? Dat weet ik niet. Ja, hoe warm is het daar binnen?
Ja, dat weet ik niet. En buiten, is het daar nog een beetje warmer geworden? Nee, maar ik mag sowieso niet zomaar bij mijn Turkse buurvrouw binnenkomen. Of Koerdisch, of Syrisch, of waar ze dan ook vandaan komt. Waarom niet? Nou, omdat dat ongepast is. Wat? Ik mag toch niet zomaar bij een vrouw naar binnen gaan? Ja, hey, in Nederland, in Europa... Als de man thuis is en ze heeft de burka om, dan mag jij naar binnen, hoor. Ja, punt 1 heeft ze geen man. Oh, okay. En punt 2 draagt ze geen burka. Nou, waarom zou je dan niet bij haar naar binnen mogen? Even om te kijken of de globale verwarming daar ook aan staat. Oké, is niet gebeurd, maakt niet uit. Maar goed, ja. Nou, oké, nu mag mijn boek, hè? Ja. Nou, mijn boek, dat heet Inleiding in de Metafysica... van professor Dr. G. Heijmans. Voor de kijkeraars pak ik hem er even bij. Dus Prof. Dr. G. Heijmans. En dat is met een lange ei. Echt zo'n... Als ik jou is, zou ik een beetje doorpraten, anders ga ik er doorheen lullen. Een beetje meer tempo in je praten. Geen probleem, jongen. Professor, ja, ik moest hem even opzoeken. Gerardus Heijmans. Oh. Ja? Hij heeft een boek geschreven en het heet Inleiding in de Metafysica. Want het andere waar we het over hadden, was dat jij zei, elk boek bevat alleen maar onzin. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat het alleen maar onzin bevat. Oh. Ik zeg alleen dat elk boek bestaat voor een groot gedeelte uit alleen maar onzin. Ja, dus het boek van professor Dr. G. Heijmans, Inleiding in de Metafysica, is voor het grootste deel onzin. Dat heb ik ook niet gezegd. Nou, je zei dat elk boek bevat voor het grootste deel onzin. Nou, ja. Inleiding in de Metafysica van professor Dr. G. Heijmans is een boek. Hoe dik is dat boek? Oké, dan moet ik even opstaan. Hoeveel bladzijden is het? Dat wordt wel een heel gedoe, hoor. Ja, neem maar hoeveel bladzijden zit erin? Lopen. Ja, zie, heb je het wel gelezen? En dan heb ik het over 99,9%. En die laatste 0,1% heeft te maken met dat mensen tegenwoordig niet meer zo Nederlands praten. Niet meer op die manier. Oké, nee, maar mag dus ik even het zou vertaald moeten worden naar de hedendaagse taal. Nee, maar hoeveel bladzijden heeft dat boek? Dat is geen probleem. Even kijken. Hoor. Dus kijk, meestal aan het eind van het boek kun je zien hoeveel bladzijden dat zijn. Oké, het laatste hoofdstuk is 447. 447. Maar dan loopt het even door. Het loopt door tot en met 455. En wat heeft hij in het boek gezegd wat hij niet in één bladzijde had kunnen zeggen? Ja, dat kan ik ook niet. Dat kan ik dus ook niet eventjes in 15 seconden. Ja, laat ik het zo zeggen. Dit is eigenlijk een invulling van wat Kant zei. Het weten moet ruimte maken voor het geloven. Zo heb ik hem eruit, ja. Oh, het weten moet ruimte maken voor het geloven. Ruimte, dat... niet geruimte, niet geen taal. Nee. Maar het weten moet ruimte maken voor het geloven. Ja. Oh, dat is zo Victoriaans. Dat is zo 19e eeuws, echt. Het is gepubliceerd in 1933. Ik dacht dat we inmiddels wel wisten dat evolutie gewoon een feit is. Maar ja. Er zijn nog steeds mensen die willen geloven. En evolutionair hebben ze misschien nog gelijk ook, hoor. Dat weet ik niet. Ja, zijn these is dat respectvol met elkaar omgaan is dus iets wat noodzakelijk moet. Ja, dat is een, dat kan niet anders. Ja. Dat is namelijk heel gek, want of je nou gelooft of niet, staat dat als een paal boven water. Dat je gewoon... Oh ja, voor George Herbert Walker Bush. Ja, dat is wel een heel ander verhaal. Noem ik een andere. Die jezuïet die het hoofd was van de Europese Unie. Erik van Rompuy, die erbij was toen ze Gaddafi in zijn bibs, op die Toyota. En daarna hebben ze hem doodgedingerst. Goh.
Die dan? Ik noem maar een voorbeeld hoor. Of, Nee, maar ik kan me voorstellen dat die de paus dan even gefeliciteerd heeft van, hé jongen, dat heb je goed gedaan. Wat, heeft hij zijn... de paus gefeliciteerd? Of de paus hem? Ik denk andersom, ja. Maar dat ze elkaar daarover wel een elkaars handje geschud hebben. Ja, serieus. Van, goed gedaan, jochie. Hé? Ja, andersom dan. Het is de paus die zijn tenen laat kussen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, maar los daarvan. Dus, die hey, professor Dr. G. Heijmans... Heb jij wel eens de tenen van de paus mogen kussen dan? Ja, wat denk je nou? Dit is van onzin. Nee, dan moet je wel wat voor doen. Voordat je zijn tenen mag kussen. Ja. Een beflapje voor je bek. Ja. Dat zou ik wel doen hoor. En een wasknijper op je neus. Ja. En dan is de paus, als hij contact wil met mij, hij komt me maar opzoeken. Hij heeft meer poen dan ik. En welke paus? En waar moet ik ervan betalen om helemaal naar de paus te gaan? Nee, maar welke paus bedoel je nou? Franciscus of Benedictus? Franciscus natuurlijk. Oh, maar je hebt niet door, hè? Want dat is vroeger nog wel eens voorgekomen, dat je twee pausen had. Ja. En nu heb je er ook twee. Hm. Dus eentje wel emeritus, maar ja. Klopt er helemaal niks van. Ja. Nee, vroeger had je dan twee pauzes. Had de een in Rome en de ander in Avignon. Ja, je hebt zelfs drie gehad een keer. Ja. Ah, ik weet het, joh. Ja, keer drie. Ook nog ook die andere die... Die in Istanbul zat, Constantinopel. Dat was Constantinus, ja. Maar Constantinus was trouwens... Dat was geen paus, dat was een keizer. Yep, maar toen is wel... Constantinus heeft ook de concilie van Nicea opgericht. Ja, precies. Dat we nou met die bijbel zitten opgeschreven. Met al die rare boeken. Uh-huh. Hè, van een Jezus die over water gelopen zou hebben. Uh-huh. Mensen uit de dood zou hebben opgewekt. Ja. En ik bedoel, als hij dat gedaan had, hè, en hij had het bij mij gedaan, had ik gezegd van... Hé hey joh, had je me niet meer rust kunnen laten? Godverdomme, moet ik weer 10 jaar deze uitkloot rondlopen. En ik lag net zo lekker te slapen. Ja, we gaan er maar vanuit dat Lazarus, dat was trouwens de enige volgens mij, die hij uit de dood heeft opgewekt. Volgens mij had Lazarus geen klachten hoor. Nee, maar ik bedoel, Lazarus was ook niet dood. Ik bedoel, hij was Lazarus. Precies. Ja. Dus dat zijn allemaal van die... Even een dienstmededeling. Ik heb hier het boek Inleiding in de Metafysica voor me liggen. Ja. En professor Dr. Mark Robinson begint dan weer over zijn favoriete onderwerp. Dat is zeuren over de Bijbel. En over de Bijbel? Ja, dan gaat hij weer die mooie grap maken van bij, het is B, lange I, streepje, bel. De ene bel doet het wel en de bijbel die werkt niet. Nee, ik ben heel erg... Ja, het is een beetje een probleem. Aha. Dat is dat de bijen aan het... Daar heb je ook nog, de bijenbel, ja. Ja, dat ze aan het uitsterven zijn. Ja. Dan zijn we echt fucked als we geen bijen meer hebben, hoor. Maar... Nee, en daarom trek ik aan de bijbel. Als je hoopt dat er toch nog wat goeds uit de bijbel komt. Namelijk dat jij nog te eten hebt volgende week. Oh, volgende week nog wel. Dat is geen probleem. Precies. Maar over 5 jaar is het misschien heel anders. Maar goed, in de leiding in de metafysica, daarin staat hij stil bij het mogelijk model waarbinnen dan de ervaring verklaard kan worden. En die man is ook niet gek, het is een metafysicus. Hè? Er zit op de grens tussen wiskunde en de bijbel. En dat boek waar we de naam niet meer noemen. Hè? Even om het woord te verklaren, meta betekent veel. Nee. Fysica betekent natuurkunde. Veel natuurkunde. Nee, je bent er waar met mega. Vele werkelijkheden is het eigenlijk. Meta, nee, meta betekent bij een benzeenring is als je de koolstofatoom boven als nul neemt, dan heb je dus de tot het ortho, dat is de eerste die je ziet, en dan heb je de meta en dan heb je de para. En de meta zit dan dus een beetje op 4 uur of zo daar in de buurt. Ja, en je hebt de Vishnu en de Mahavishnu. Mm-hmm. En
Maar goed, waar, dat woord meta, wat dat woord meta in deze context betekent, betekent over. Meer. Meta, over, dus, over de aard van de natuur. En fysica komt van fysikoi. In het Grieks is er geen onderscheid tussen natuur en wat wij natuurkunde noemen. En meta betekent over de natuurkunde. Want iedereen was bezig met natuurkunde in die tijd al. Zeker in Aristoteles. Met biologie ook. Ging die ganzen tellen. En, die deden ook van filosofie, die Grieken. Ik bedoel, die waren niet alleen maar ganzen aan het tellen. Nee, ik heb het over Aristoteles. Verruim het dan niet. Het is weer een overtreding van kunstgreep 1. Bij 4 overtredingen maak jij aanstalten om bier te gaan halen van mij. En dat laat je me thuis bezorgen door albertah.nl. Dat gaat je dus niet lukken. Maar metafysica... Nee, dat je mij probeert te overtuigen, dat vind ik tot daar aan toe. Uh-huh. Maar dat je ook nog de luisteraars probeert te manipuleren, daar heb ik natuurlijk wel wat op tegen. Ja, maar metafysica betekent over de fysica. En dat is wat wij biologie en natuurkunde noemen en scheikunde. Eigenlijk alles. Eigenlijk alle wetenschap. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat metafysica is de leer over de wetenschap. Ja. Maar laat ik de luisteraars wel even van... dat het niks met meta te vries te maken heeft. Nee, want die kennen ze trouwens toch niet. Alhoewel, we schijnen wel wat oudere luisteraars te hebben. Of in ieder geval ik. Ja, nee, dat denk ik wel. En die zouden nog wel kennen, hè, van dezelfde tijd met dezelfde meid. Dat zegt mij eventjes helemaal niks, maar ik luisterde ook nog naar. Ja, dat is Meta de Vries, die had een programma. Ja. Elke dag om dezelfde tijd, dus morgen dezelfde meid om dezelfde tijd. Ik vind het geweldig. Ik luisterde. Ja, het was een DJ kost. Toch, het was gewoon een meisje en die zei af en toe wat. Iemand maakte een playlist voor haar, dat was het. Ja, en dan zei ze aan het eind van het programma... Mm-hmm. Morgen dezelfde meid om dezelfde tijd. Nou, ik vind dat een poëzie hebben... Dat weet ik niet geloven. Want dat ruikt gewoon. Nou, hebben we hier, ik pak er maar eentje open, zoals jij ook zo graag doet met het boek waarvan we de titel niet uitspreken. Ik pak hem even een zin. Dit is zal ik een ander boek pakken waar we de titel Nee, want ik was nou aan de beurt. Oh ja, dat boek, ja. Nou ja. We hebben in het voorafgaande den hoofdinhoud van het materialistische stelsel en enkele daaruit voortvloeiende gevolgtrekkingen leren kennen en moeten nu onderzoeken of de pretentie van dit stelsel als gerechtvaardigd is te erkennen. Dat wil zeggen dus of het materialisme in staat is uit zijn onderstellingen het totaal van het gegevene zoals het gegeven is begrijpelijk te maken. Nou, maar hier mag jij bij het begin. Begin nou eens bij het begin. Oké, gaat ie. Je begint ergens halverwege met de conclusie. Ja. Ja. Maar je vertelt niet waardoor die tot die conclusie komt. Dat was in het voorgaande. Dus dan moet ik iets terug. Dat hoofdstuk heet De inhoud van het materialisme. Ja, mooi. De inhoud van het materialisme. De uiteenzettingen der beide laatste paragrafen hebben ons tot het resultaat gevoerd dat de hypothese van het lichaam verschillende slechts... Ik zei toch, teruggaan naar het begin, hè? Ja, van... Dus ga dan niet het hebben over de twee vorige paragrafen. Oké, helemaal hoofdstuk 1 bedoel jij? Ja, helemaal hoofdstuk 1, ja. Oké, wil je het woord vooraf ook horen? Dat is door Leo Polak geschreven. Oh, nee, dan niet. Dat hoef je niet te horen. Okay. Nou, Leo Polak, wie is dat? Oké, de voorwoord van de schrijver zelf. Wil je dat horen? Ook niet. Inleiding. Daar moeten we dan beginnen. Dan moeten we dan beginnen, want dat zijn de eerste twee paragrafen, toch? Ja. Ja, nee, dan... Moet ik even mijn sigaar aansteken? Nee, want dat doe je namelijk ook heel vaak met dat boek waar we het niet over hebben. Dan pak je gewoon maar een stuk... Dat is helemaal niet waar. Ik ben met jou met Genesis 1 vers 1 begonnen. En dan zat je ook al te kakelen als de eerste beste kip die pakken is om kuipers te krijgen. Daarna ga je meteen naar psalmen, weet je wel. Deed jij. Nee, terwijl er nog een heleboel tekst tussen zit. Ja, oké. Ja, nou.
Ja. Overigens kun je het hele boek overslaan, maar dat is meer mijn opinie. Maar oké, okay, ja, vooruit. Oké, okay, inleiding. We hebben het over het materialisme. Dat is een... Misschien dat ik de inhoudsopgave even als eerste voor moet lezen. Doen we dat dan? We kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen tegen onze luisteraars en kijkeraars. Mm-hmm. Hey jongens, als jullie erin geïnteresseerd zijn, ga dat boek lezen. Ja, maar waarom zou dat doen? Ja, kijk. Nou, misschien is het interessant om dan even de inhoudsopgave te lezen. Want dat krijg je dan te lezen. Kijk, nou oké, de inleiding heeft de volgende paragrafen. De taak der metafysica. De tweede. Volledige en onvolledige, absolute en relatieve kennis. 3. De metafysica en de natuurwetenschap. 4. De methode der metafysica. 5. Opzet en indeling van het boek. Dan krijg je hoofdstuk 1. Het naïeve realisme en dualisme. Paragraaf 6. Hij telt door binnen de hoofdstukken. De zuivere gegevens. 7. Het naïeve realisme. 8. Het naïeve dualisme. Dan krijg je Het non-dualisme. Nee, het naïeve dualisme. Oh, non-dualisme heeft hij het niet over. Ik lees het toch goed voor? Ik probeer geen fraas of zo. Ja, het naïeve realisme. En 8 is het naïeve dualisme. Ja. Maar waarom zo naïef dan? Ja, dat moeten we nu gaan lezen. Dat vind ik ook goed. Maar je wil eerst even de inhoudsopgave. Ja. Hoofdstuk 2. Het wetenschappelijk ontwikkeld realisme en dualisme. Oh, dat is niet naïef. Dat is wetenschappelijk ontwikkeld. Ja. Ah, oké, dan paragraaf 9 van het boek. Dan zijn we een stap verder. Paragraaf 9. De mechanische natuuropvatting. Paragraaf 10. De onstoffelijke ziel. Paragraaf 11. De wisselwerking tussen lichaam en ziel. Paragraaf 12. De onstoffelijke godheid. Oh, dus eigenlijk hoef je het boek maar half te lezen, want de rest is onzin. Dat weet je pas als je het gelezen hebt. Hè? Nee, als je de eerste helft gelezen hebt. Want die is interessant, want dat gaat over dingen die echt waar zijn. De rest is alleen maar een beetje geblabla in de ruimte. Helft? Ben jij gek? Over een tovenaar die niet bestaat. We zitten pas op pagina 100 van een boek van 455 pagina's. En heb jij het al gezien? Alleen al op basis van de titels van de paragrafen. Misschien zit er wel een hele mooie kritiek in paragraaf 12 met de onstoffelijke godheid. Ah. Oh, dat kan best. Ja. Misschien wel, ja. Maar dan nog, weet je wel, het is dus totaal irrelevant. Laten we dan even, wat is weer liefste, de onstoffelijke ziel even gaan voorlezen. Want had je ook nog... Want geef het toch door met inhoudsopgave. Hoofdstuk 3. En dan tussen haakjes. Monistische materialisme. En dat ben jij. Ja. Jij bent een monist. Monist. Ja. Het monistische materialisme. Heeft dat met geld te maken? Nee. Mono. Je hebt stereo en mono. Oh, dat. Ja. Monistisch. Nee, ik ben stereotypisch. Daarvan dus paragraaf 13 van het boek. De functionele samenhang tussen hersenverschijnselen en bewustzijnsprocessen. Zal ik het nog even voorlezen? Ja, nogmaals, want dat wil ik nog even horen, ja. De functionele samenhang tussen hersenverschijnselen en bewustzijnsprocessen. Dus de samenhang... Functionele samenhang. Functionele samenhang tussen... hoe noem je die dingen ook weer? Ja, als je paddenstoeltjes hebt gehad. Of LSD. Hoe noem je dat ook alweer? Als je hallucinaties en de werkelijkheid. Dat moeten we eigenlijk gaan controleren. Of hij hallucinaties bedoelt. Ik denk dat hij hersenverschijnsel bedoelt. Ja, mensen, kijk, tegen een mens kan je zeggen van hier heb je 5 euro. Loop even naar de co-op. En de co-op was dicht vanwege de verbouwing. En de mens loopt even door. En die haalt dan eventjes dat wat je vroeg bij de Spar. Ja? En dat is een hersenverschijnsel. Dat is, Nee, maar dat is wel een heel eind verder. Ja, precies. Ja.
Ja, nee, want de koop is vlakbij en de spaarman was helemaal bij het station. Ja, nou goed, dat noem ik dan, ik denk dat hij dat bedoelt. Het verschijnsel hersen. Want als je dat vraagt aan een krokodil of aan die mug die al 3 weken lang bij jou gelogeerd heeft en zich helemaal lek gestoken heeft, dat je denkt, nou mug, ja, je mag wel een keer wat terug doen. En je geeft je mug €5, ja, dan kan je lekker lang wachten totdat je je sixpack hebt. Die mug die steekt maar 1 keer en daarna is hij totaal de weg kwijt. Precies. Nou, paragraaf 14 van dat mooie hoofdstuk over het monistische materialisme. Ja. Het darwinisme. Oh, dat was smullen voor jou. Ik krijg er nu al Darwin-krampen van. Ja. En dan krijg je dus 15, de inhoud van het materialisme. Daar heb ik net een stukje van voorgelezen. En dan 16, kritiek van het materialisme, de bewustzijnsverschijnselen. 17, het equatieve materialisme en de bewustzijnsverschijnselen. Ik weet even niet of het aquatieve materialisme. Jo, man, het... Dus stromende of zo, het vloeibare materialisme. Oh, ja, ik dacht even aan water, maar... Nee, ik denk ook aquatief, ja. Je moet ook niet te veel water drinken. Aequatief, ja. Want het is niet gezond voor je. Het causatieve materialisme en de bewustzijnsverschijnselen. Het causatieve materialisme en de bewustzijnsverschijnselen vervolg. Oh, dat heeft hij over 2 dingen verdeeld. Causatief, dat is wel een mooi woord. Het causatieve materialisme en de bewustzijnsverschijnselen slot. Dus daar besteedt hij 3 paragrafen aan. Bemiddelingspogingen, eindresultaat. Dus dat is de conclusie van hoofdstuk 3. En dan heeft hij het nog helemaal niet over kwantummechanica gehad. Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat het wel klopt. Nou, niet in de titels in ieder geval. Niet, want hij heeft het echt niet. Hij heeft het nooit over. De kunst van de metafysica gaat erom dat je mensen duidelijk maakt van kijk, tot hier en niet verder. En je kan wel dromen dat je van alles kan, maar er is een grens aan je weten. En je kan beweren ik heb een Matrix gemaakt en ik ben Niels Bohr. En ik maak elke dag ruzie met Albert Einstein, want dan krijgen we lekker veel publiciteit in de krant. Hey Niels, je kunt wel zeggen dat je een boer bent, maar ben je dan ook van hardmetaal? Niels Bohr, maar met kwantummechanica, daar gaan we een andere keer over zeuren. Ik weet ook niet, maar is die dan ook van hardmetaal? Want een hardmetalen boer, die gaat door ijzer heen als een mes door bout dan. Ik denk dat Niels Bohr geen bouwvakker was. Nee, ik denk dat hij nog niet bezig was om de HTS'ers te leren over... ik denk dat Niels Bohr met anderen... Hij was bezig met zijn ruzie met Albert Einstein en hij kon het waterstofatoom wel bewijzen en Albert Einstein niet, want hij was bezig met deeltjes die rondom de zon vliegen of zo. Niels Bohr was wel een hele slechte kok, want hij liet zijn water veel te lang koken. Dan weer van onzin. Oké, we gaan even door. Hoofdstuk 4. Het realistische... Hoofdstuk 4. Het realistische parallelisme. En dat heeft maar 1 paragraaf. Dat is paragraaf 22 van het boek. De leer van het onbekende derde. En ook eentje, die zou je ook leuk vinden. Het agnosticisme. Inhoud en... Ja, agnosticisme. Kan jij even uitleggen aan de kijkeraars? Heb je ook wat spreektijd? Wat is agnosticisme? Huh? Het niet weten. De leer van het niet weten. Agnosticisme. Het niet weten. Ja, en daarvan weten natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Precies. Dus daarom ben ik een agnost. Ja. Eigenlijk is iedereen een agnost. Hè, want jij kunt zeggen van ik geloof in Jezus. Maar je weet het niet zeker. Net zo min als ik zeg van ja, maar ik geloof niet in Jezus Christus. Maar ik weet het ook niet zeker. En in die zin zijn we allebei agnosten. Alleen jij gelooft ergens in, waar ik niet in geloof. Ja, precies. Bijvoorbeeld elkaar met respect behandelen. Daar geloof jij niet in. En ik wel. Dan gaan we niet persoonlijk worden. Nee, ik trek er wel, als je gelooft. Want het is een geloof. Ik heb al lang gemerkt, Marco. Mensen onder ons en die geloven het helemaal niet. Neem de moeder van mijn kind, die denkt echt, waarom zou ik rekening houden met hem? Ik heb al genoeg aan mezelf. Oh
nee, maar sorry, ja. dat is weer een heel ander. En ik geloof dus dat je, zoals zij doet, dat is mijn geloof, mijn weten, in dit geval ook, want dat heb ik gewoon in de maatschappij geconstateerd, ja, maar ik geloofde al lang dat het zo was. Maar zij niet, zij nog steeds niet. Zegt toch ook helemaal niks. Je wist allemaal dat het zo zou lopen voordat je eraan begon. Ik wist op mijn 12e ongeveer, je hebt jezelf te gedragen. Oh, maar dat is iets anders. Want dat stond in de, ja, in mijn confrontatie was, ja, dat is een heel lang verhaal, straks weer het naam noemen van het boek waarvan we altijd ruzie krijgen. Dus dat laat ik dat niet doen. Nee, maar dat is een kwestie van... Laten we doorgaan met hoofdstuk 5, het agnosticisme. Het is alleen maar de inhoudsopgave. Ja, dat is hartstikke mooi, man. Inhoud... Dan hebben we al ruzie, dat vind ik zo mooi, hè? Ja. Inhoud en oorsprong van onze kennis der meetkundig-mechanische kwaliteiten. Nou, wat betekent zo'n titel voor jou? Daar wil je er echt alles van weten, of niet? Dat is gewoon iets waar je dan praktisch wat van hebt. Dan kun je tenminste een bout in een moer draaien. En dan zit het vast. Ja. Zullen die dan straks even... 9 pagina's, maar goed. Relatieve van onze kennis der meetkundig-mechanische kwaliteiten. Ja, nou begint het een beetje saai te worden. Relatieve van... Dit is oud-Nederlands. Ja, nee, ja. Want je hebt eerst over de inhoud en oorsprong van onze kennis, de meetkundig-mechanische kwaliteiten. Nou, dat vind ik interessant. En dan krijg je de relatieve. En dan komt de kenniswaarde der mechanische natuuropvatting. Ja, nou val ik in slaap. De kenniswaarde van de natuurwetenschap. De leer van het onbekende andere. Het positivisme. De absolute skepsis. Maar die moet jou aanspreken. Ja, nee, maar positivisme ook nog wel, want dan valt het mensen nog wat te lachen. Trouwens, over het scepticisme trouwens ook, hoor. Daar kan ik ook hartelijk om lachen. Ja, de absolute scepticis. Ja, nou, daar kan ik keihard om lachen. Ja, en dan komt hij dus met zijn hoofdstuk 6, en daar staat het in. Want in 6, op de 6e dag, werd de mens geschapen. Dan krijg je het psychisch monisme. Oh, dat. Daar heb je die geldwolf in. Nee, van mono. Doe nou niet alsof je een Marokkaan bent, man. Het is bijna nog een belediging dat ik jou Marokkaan durf te noemen. Dat is een belediging voor de Marokkanen. Nee, volgende keer neem ik een andere scheldwoord eigenlijk. Oorwurm of zo. Noem me dan voortaan maar gewoon Marco aan. Oh ja, Marco aan, ja. Zit ja, dan is het tenminste niet racistisch. Exact, ja. Want anders ga ik je van racisme... betichten, of ja, niet, maar andere mensen. Ja, ja. En dat kunnen we beter maar vermijden. Ik heb er een heel leuk tweede boek voor je klaarstaan. Hoor. Hoofdstuk 6, het psychisch monisme. Daarvan dus paragraaf 30 van het boek. Rechtvaardiging der onderstelling van een buitenwereld. Nou, hier wil je vast wat op zetten. Wat de buitenwereld, wat is dat dan? Ja, daar moet ik het voor open doen. Moet ik de deur open gaan doen en naar buiten gaan lopen? Of heb jij überhaupt een deur? Misschien bestaat die deur alleen maar in jouw gedachten, net als Sinterklaas toen je 8 was. Ja, nee. Ja, dat je altijd geloofd hebt dat je een deur had, maar die had je helemaal niet. Nee, ik heb dat ooit uitgeprobeerd. Uh-huh. En dan dacht ik van, die deur bestaat gewoon niet, ik kan er gewoon doorheen lopen. Nou, mooi dat ik er tegenaan liep. Ach man, dat was gewoon een kwestie van... Te moeten doen. Je had gewoon veel te weinig geloof. Nee, ga me niet vertellen dat die deur niet bestaat. Nee, je had gewoon te weinig... Ik ben er tegenaan gelopen. Ik weet dat die bestaat. Ik weet ook dat als je er een sleutel in stopt en die draait die om, dan kun je hem open doen. Oké. Okay. En dan hoef je er niet meer tegenaan te lopen. Oké, dus dat hoofdstuk van 11 pagina's kan jij overslaan. Ja. Want jij weet dat het rechtvaardig is om te veronderstellen dat er een buitenwereld is. Nou, ik ben wel eens buiten geweest, ja. Ja, precies. Dus, en daar zijn wij het dus ook over eens. Want ik ben het eens met het hele boek, hoor. De grondgedachte van het psychisch monisme. Ja, dat is, ja. Nou, goed. De psychische betrekkingen volgens het psychisch monisme. Hé, wat zou dat zijn? Wat? Je hebt dus 32. Ik krijg wel een beetje vrijmetselarijgevoel bij, maar... We gaan mensen getallen noemen in die filosofische werken. En dat moet jij helemaal niet doen. Nou ja, je moet toch nummeren, weet je wel. Het is wel handig om de hoofdstukken te nummeren, maar het is altijd een nummer. Hè?
De psychische betrekkingen volgens het psychisch monisme. En dan 33, de fysische betrekkingen volgens het psychisch monisme. Ja, dus je hebt dus de psychische betrekkingen door het psychisch monisme en de fysische betrekkingen door het psychisch monisme. Door hetzelfde dus, hè. Ja. En dat vind ik toch wel knap hoor, dat als je gewoon alleen maar een P en een S achter elkaar kan zetten, dat mensen je als een genie gaan beschouwen. P en een S achter elkaar? Maar er staat gewoon ja, een P en een H. Psy. Ja, je hebt een aantal klanken nodig om een... We kunnen ook een taal gaan verzinnen met z'n tweeën en dan hebben we maar twee woorden. Het ene woord heet O en het andere woord heet A. En dan kunnen wij heel goed spreken, jongen. Dan nemen we gewoon het Morse alfabet erbij. En die zo, oeh, oeh, ah. En jij zo, ah, ah, ah. En ik, oeh, oeh, ah. En oeh, 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 ah. En dan komt er een moment en dan zeg ik, nee. Nee, dat mag niet binnen die taal. Het is alleen maar ah en oeh. Nee, snap je? Dan snap ja, maar je mag, ja, maar binnen die taal is het gewoon ah en oeh. Ja. Ja, nee, en niet Frans gaan praten, oh, nu niet. Oh, dat is Frans. Als je mij zegt, dan is het Frans. Nee, dat in ieder geval, het is geen Nederlands. Ook in die taal kan je gewoon praten. Dus, dus Nederlanders die praten met... zoals chimpansees, zeg maar. En Fransen die zeggen, nee. En dat is het. Laten we het alsjeblieft niet hebben over Fransen, want ik ga nog veel meer vervelende dingen zeggen. Heb jij een hekel aan Fransen? Nee, helemaal niet. Maar ik hou er wel van dat de bewegwijzering ook een beetje aangenaam is voor mensen die daar niet elke dag komen. Oh, dat je bedoelt dat je eerder gewaarschuwd wordt voordat er een afslag is. Ja, en ook dat we die afslag niet noemen naar de naam van het dichtstbijzijnde dorp. Sint-Gertrudeberg van Zevenhuizen, waar inderdaad alleen maar zeven huizen staan. Terwijl het wel de doorvoerweg is naar Saint-Alerion. Ja, een grote stad. Ik vind dat zo leuk aan Frankrijk, hè? Dat je dus als je aan het autorijden bent, dat je eigenlijk pas ziet waar je af had moeten slaan op het moment dat je er voorbij gereden bent. Ja, ja, ja. Daar zijn ze in Frankrijk zo goed in. Fransen kunnen echt... Zo. Ja, nee, weet je, dat krijg je in België al een beetje... te oefenen. Maar die doen dat ook. Ja, ja, maar Frankrijk is ook ongelooflijk katholiek. Zit helemaal onder de buitenlanders. En die mensen hebben maar geen tijd om na te denken over... Want hier in Utrecht. Als daar dan een bewegwijzering wordt opgehangen, dan denken ze echt na van... Wel, ja, de mensen komen hier langs. Dus als je bij Utrecht over de A12 rijdt, dan moet je de A2 hebben naar Amsterdam. Er staat er ook keurig een bordje Amsterdam met een pijl. In Frankrijk, weet je wat ze daar doen? Dan zeggen ze gewoon, weet je, zo'n stad daarboven. Dan zeggen ze gewoon, en dan ben je nog Maarsbergen of zo. En dan ben je nog verbaasd over het feit dat als een Fransoos in Nederland rijdt, dat hij op een gegeven moment gewoon de vluchtstrook oprijdt. Want dan denkt hij, oh, ik moet afslaan. In plaats van dat hij 300 tot 600 meter wacht. Was trouwens ook met de moeder van mijn dochter. Dat ik dus bezwaar maakte dat ze over straat gingen. En Nina was al, mijn dochter was al tig. En ze zag er echt uit als een bloemetje. Ja? En had ik zoiets van, ja, het is leuk voor iedereen, maar waarom is het leuk voor mij? Ja, dat iedereen met haar contact maakt in de publieke gelegenheden. En dan krijgt ze wel allemaal gratis drank. En dan komt ze lekker dronken thuis met een pesthumeur. Maar waarom zou ik dat leuk vinden? En zij zei dus, ja, maar kijk naar die vrouw van die Franse president. Die loopt er ook gewoon bij, hoor. Met een lekkere korte rok. Dan denk ik, oh kut. Weet je. Ik wil ook ophouden met Europa. We spreken gewoon over Germanië en Groot-Vlaanderen. En voor de rest koppelen we al die mensen af die niet eens een wegwijzerbord weten op te hangen. Ze zijn gewoon, ze moeten gewoon toegeven. Wij zijn veel te katholiek geweest in het verleden. Stout, baba. Allemaal voor de billen, maar los je eigen zonde op. Nee, maar zo, dat kwam er goed uit, zeg. Ik ben altijd een voorstander geweest voor twee verschillende munteenheden in Europa. Oh, twee. De Noord-Europese munt en de Zuid-Europese munt. En die zouden we dan kunnen afkorten tot Euro en Zero. Dus de Noord-Euro en de Zuid-Euro. Dat kan niet, want die Italianen die zijn echt veel productiever, vooral in Noord-Italië, dan de Spanjolen, hoor. En in Portugal is het ook allemaal land te man. Maar het is toch ook stikheet? Ja, hè?
Als je echt in een ziekenhuis wil belanden, dan kan je het beste naar het noorden komen. In plaats dat je daar bij 40, 45 graden Celsius ligt te zweten, ja, kom op. Ja, het is warm, hè, in die landen. Absoluut. En dan is het allemaal manjana, manjana. Ik vind het best. Ja, nou, ik bedoel, als je daar zou wonen, zou je dat ook hebben? Lijkt me wel, ja. Dus, man, het is warm, hè? Ik, ja, ik probeer het hier ook te doen, maar ik ben ook de enige gek. Nou, krijg je 35 van hetzelfde hoofdstuk. Samenvatting der tot dusver bereikte resultaten. Misschien dat ik die wel leuk vind. Ja. Nee, dat vind ik heel leuk. Dat zijn 13 pagina's trouwens. Hè, hè, dan kun je tenminste dat hele stuk daarvoor kun je overslaan. Ja. En dan ga je gewoon naar de samenvatting. Ja. En dan weet je het ook allemaal. Oké, dan krijg je nog even 36. Aanvulling der psychische reeks naar binnen. Aanvulling. C, ja, ja. Amendementen. Ja. Ja. Okay. A, en dan 37. Aanvulling der psychische reeks naar buiten. Dus de ene gaat naar binnen, de andere gaat naar buiten. Oké. Okay. En dan 38. Het probleem der individuatie. Nou, dan mag je... Individuatie. Ja. Vertel dan wat het jou zegt. Nou, individu komt van indivisibility, oftewel ondeelbaarheid. Klopt. We zijn ondeelbaar. Uh-huh. Naar binnen en naar buiten. Nee. Die psychische reeks naar binnen. Hier gaat het over het probleem der individuatie. Individuatie, maar wat is dat? Is dat individualisatie? Nee, individuatie. Nee, dan, nee, maar dan denk ik... Dus ja, dan ga ik even kijken, wat is dat nou? Nou, leer dan Nederlands, weet je wel. Nee, ga er maar vanuit. Dat klinkt mij in de oren als een homozueel, weet je wel. Wie? Ik denk atomisme, want individu... Atomisme. Ja, individu op zijn Latijn. En ja, dat is ook atom. Ja, je valt me in de reden, dat heeft geen zin. Je mag ze dadelijk weer spreken. Individu is Latijn. Op zijn Grieks is dat woord wat dezelfde intentie Atomos. Heeft. Atomos. Atomos, goed zo. Ja, ja, nee. Onze vriend had dat wel. Duatie. Dus dan is het een soort van atomisering of zo? Nee, het is iets wat ondeelbaar is. Kijk, individuatie, Wikipedia. Nou, maar je kunt natuurlijk zeggen dat een individu een atoom is. Aha. En een atoom, een individu, en letterlijk gezien klopt dat ook. Ze zijn allebei ondeelbaar. We gaan even kijken wat Wikipedia hierover zegt. En dat is, individuatie is een begrip uit de Jungiaanse psychoanalyse. Het gaat volgens Jung om het proces waarbij het bewustzijn van een persoon geïndividualiseerd en gedifferentieerd wordt van andere personen. Met andere woorden, individuatie is een groeiproces, volwassen worden, waarbij de mens zich bewust wordt van zijn uniekheid tegenover andere mensen. Uit dat individuatieproces ontstaat in de psyche een nieuw element, het ik of ego genoemd. Oh, dat ding, ja. Hoofdstuk 7 is het criticisme, met als paragraaf 39 van het boek verder uitzicht. En dan hoofdstuk dat is mooi. Hoofdstuk 8. Heb je daar een verrekijker voor nodig? Ja, daar moeten we het boek voor overslaan. Ja. Pagina's, toch? Hoofdstuk 8, conclusies met betrekking tot meer algemene kwesties. Paragraaf 40 van het boek, kennistheorie. Paragraaf 41 van het boek, ethica. Paragraaf 42 van het boek. Oh, die ga jij van smullen. Godsdienstfilosofie. Oh ja. Ah, dat moet je wel aanspreken. Jij moet nu echt mij smeken. En dan ga ik. Als ik dit moet gaan inscannen, man. Het is maar 455 pagina's geblaad. Maar alles bij elkaar zit je echt in de 500 pagina's, man. Met een foto erbij van hem. Ja, ik vond het erom. Maar ik heb het boek gekocht voor een drol. Oh.
Ik wist niet dat jij drollen als betaalmiddel gebruikte. Nee, maar even voor, dat is Amsterdams. Ja, nee. Dat is helemaal niks. Staat de prijs er nog in? Nee, de prijs is al doorgehaald. Ik heb nog voor minder gehad. Ik denk dat ik hier €3 voor betaald heb of zo. Ik heb nog wel zit ook helemaal diegene die dit gebruikt heeft. Ik heb nog wel eens €1 betaald voor een boek. En toen zat er inderdaad nog een plakketje op. Ah. En dat stond op 19,50. Oké, leuk. En ik voelde me meteen belazerd. Oh? Een boek van meer dan 50 jaar oud. Ja, nou. Oh. En daar heb ik €1 voor betaald. Ja, nou. Ah, nou, precies. Dat was gewoon de eerste die het las. Dit boek, diegene, die andere eigenaar, die heeft thee gedronken of zo, of koffie, nee. Oké, heeft hij nee, een ongelofelijke vlek op elk. Dan heeft hij het in ieder geval gelezen. Ja. Want, en is hij op een gegeven moment volgens mij zo geschrokken. Dat is het theemorste. Dat is een thee omgegooid heeft. Over het boek heen. Ja, het zijn maar twee kleine flesjes hoor, het valt mij. Misschien een klein kopje thee dan. Ja, of het is gewoon, dat is een oud boek. Ja. Oké, wat wil je nou horen? Wat was ook weer je leukste paragraaf? Die samenvatting. Die samenvatting, ja, want eigenlijk hoef je de rest van het boek dan niet meer te lezen, toch? Als je de samenvatting gelezen hebt. Ja. Hebben ze mij tenminste verteld. Waarom heb ik in de Walm van de Ring dan weer eens helemaal gelezen? Oh ja, daar was geen samenvatting van. Dat zeg je wel? Nou, waarom ik In de Man van de Ring nou helemaal gelezen heb. Maar dat komt omdat er geen samenvatting van was. Ja, ik vond de film beter dan dat ik het boek ooit gelezen had. Ja, maar je hebt het boek niet gelezen als je nee, de film hebt. Nee, ik had het boek in onder... Nee, ik dacht echt, dit ga ik niet lezen. Ah man, in vergelijking met het boek, die film... Nee, sorry hoor. Die film is wel leuk. Die film is wel geinig. Dan heb je gewoon lekker veel geweld en iedereen wordt in elkaar gehaald. Ja, nee, maar dat is een film, hè. En die mooie man krijgt het meisje. Nou, iedereen blij. Ja, maar zo zit het boek helemaal niet in elkaar. Dat is ook, ik heb het proberen te lezen. Omdat de moeder van mijn kind, die had zoiets van, lees het maar. Dan word je ook een keer verstandig. Nou, ik ben echt naar 13 pagina's afgehaakt. Ja, nee, maar dat kan me goed voorstellen. Ik ben na 13 pagina's, ben ik een eindje verder gaan lezen. En toen was er op een gegeven moment, hey, een verjaardag. De verjaardag van Bilbo. Oh, laat ik daar maar eens beginnen. Ja, nou man. En toen ging het boek vanzelf. Maar dat hele eerste stuk voor de verjaardag van Bilbo. Mm. Man. Ik vroeg ook aan de moeder van mijn kind. Hier staat het woord hij. Naar wie refereert die term? Want dat vind ik altijd wel belangrijk. Hè? Hij liep de deur uit. Ja, wie is hij? Er is een scène met 5 mensen. En hij liep de deur uit. En dan vraag ik aan Wenanda, wat bedoelt Tolkien hier? Wie is die hij? Nou. En zij zo kijken, zei ze, nou, dat weet ik ook niet hoor, maar gewoon lekker doorlezen. Dan denk ik, ja, kom op, daar heb ik geen zin om te lezen, Marco. Als een schrijver niet de moeite wil nemen om duidelijk te maken wat hij dan voor ogen ziet, maar gewoon een beetje zit te pennen. Maar gek hè, dat het dan toch iemand is... van zo'n schrijver die helemaal niet wil duidelijk maken hoe die figuurtjes eruit zien. En, nee, en wat er gebeurt nou, en wie nou wat doet. Gandalf heeft... En dat daar dan toch een film van gemaakt kan worden. Dat vind ik dan op zich best wel knap. Ja, nou, goed, ik wilde me er niet mee vermoeien en die film vond ik best aardig. Die heb ik wel 3 keer gekeken. En vooral als ik niks te doen heb, dan denk ik, ach kom op, zet dat ding aan. En het leuke is, als je hem 3 keer bekeken hebt, dan heb je toch 3 keer een verschillende film gezien hebt. Tenminste, als je ze in volgorde gekeken hebt. Deel 1, 2, 3. Dat je deel 1, 2 en 3 in volgorde gekeken hebt. Ja, dat heb ik 3 keer gedaan, ja. Dus ik heb 9 keer besteed. 9, andere keer, 1,5 uur. Hoeveel keer heb je Star Wars gezien dan? Helemaal nooit. Helemaal nooit? Nee. Dus dat interesseert je niet? Niet echt. Ik heb wel Star Trek, heb ik er wel gekeken. Die wel? Maar dat was om mijn kind Engels te leren. Okay. Want onze vriend met die mooie bike, je kent hem wel, die in het officierscafé ook komt. Mm. En die ook van het lange haar heeft. Altijd kou gemeten, ja, je weet het wel. Ah. Van die rijke familie, maar hij is niet zo rijk. Maar hij regelde altijd de
al die tv-uitzendingen met ondertitels. En ik betaalde hem met bier daarvoor. Ik kreeg gewoon illegale kopieën natuurlijk. Maar dat was Engelse ondertitel. En hij zoiets van, ja, ik kan alleen maar Engels regelen. Nederlands kan ik misschien gaan zoeken. Dus ik, nee, helemaal niet nodig. Gewoon Engels. Star Trek in het Nederlands? Ja. Dat lijkt me best wel eng. Ja, dat was vroeger op tv, was het gewoon Nederlands ondertiteld, hoor. Ja, maar ik ken het nog. Als het op de Duitse tv... Jij zit het laatste stukje van je tosti op te eten, denk ik. Ja. Ja, zie je wel, ik kan het gelijk horen. Ik doe dat nou niet. Micha Kat heeft zijn hele reputatie daarmee kapot gekregen. Gelukkig ken jij Micha Kat niet. Nee, maar dat is niet mijn laatste restje van mijn tosti. Het is gewoon mijn microfoon die kraakt. Ik hoor... Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon onderwijl even voorlezen. Samenvatting der tot dusver bereikte resultaten. De psychisch monistische leer vormt in den beperkte omvang waarin ik ze tot dusver heb beschreven in zekere zin reeds een afgesloten geheel dat op zichzelf kan worden begrepen en beoordeeld. In deze beperking heeft de onderhavige leer uitsluitend betrekking op de verhouding tussen mijn bewustzijnsprocessen en de corresponderende hersenverschijnselen, terwijl ze nog niets beslist over de manier waarop ik me de gehele verdere wereld moet denken. Man, wat een mooie zin. Dit is in het Duits geschreven, origineel. Dit is echt typisch Duits. Ja, ongelooflijk. Maar ik hoor daar zoveel zelfbevestiging in. Van, kijk. Oké, dan lees ik hem nog een keer voor. Dan mag jij zeggen... Ik kom met een stelling. En nu kom ik met een conclusie die mijn stelling bevestigt. Ja, oké, maar dan mag die alleen maar bevestigd kan worden... Precies. Maar ik wil even precies weten welke zin. Dus ik ga hem weer voorlezen. Tot aan de punt. En jij moet zeggen stop of commentaar. Kies maar wat. De psychisch-monistische leer vormt in den beperkte omvang waarin ik ze tot dusver heb beschreven in zekere zin reeds een afgesloten geheel. Dat juist. Op zichzelf... Nee, juist. Stop. Reeds een afgesloten geheel. Ja. Oftewel, wat hij eigenlijk zegt, en ik geef het meteen toe, van eigenlijk wat ik zeg, wat ik beweer, is een kringredenatie. Leg uit. Nou, pak dan op het moment dat hij zegt van het is een afgesloten geheel en hij gaat door. Ja, dan gaat hij verder met een kringredenatie. Want vanaf het moment dat het een afgesloten geheel is... Ja, dan hoeft hij niks meer te zeggen, toch? Klopt. Daarom zeg ik, het is alleen maar het begin van, ik weet niet hoeveel pagina's. Ja, precies, noem maar het begin. Ja. Dat op zichzelf kan worden begrepen en beoordeeld. Dus daarin heeft hij hem af, dat is de eerste zin. Ja. In deze betrekking, dus de betrekking is dat hij op zichzelf kan worden begrepen en beoordeeld... Nou, snap je dus wat ik bedoel met kringredenatie. Nee. In deze beperking. Dus het van feit... Van kringredenatie, ja. Ja, okay. Dus dat de psychisch-monistische leer... Omdat het een beperkte omvang heeft... Die hebben dus een afgesloten geheel... Dat op zichzelf kan worden begrepen en beoordeeld. Hè? Nou... Dan gaat hij door in deze beperking. Die beperking is dus die eerste zin. Ja. Dus hij in die beperking van die kringredenering? In de beperking van... I go that far. Nee, je weet nog helemaal niet of het psychisch monisme een kringbewering is. Hij zegt alleen maar, dit is een beperking. En heeft die leer uitsluitend betrekking op de verhouding tussen mijn bewustzijnsprocessen en de corresponderende hersenverschijnselen. Hier beroept hij zich op zijn eigen aanwezigheid. En zijn eigen hallucinaties. Dat weet je pas. Hij noemt dat wel hersenverschijnselen, maar we weten natuurlijk allemaal dat het gewoon hallucinaties zijn. Ja, dan moet je niet verder over hersenverschijnselen. Kom op, zeg. Ja. Denk jij dat je denkt met je teen of zo? Nee. Ja, maar hoe dacht je tenenverschijnselen? Oh nee, maar laat ik het dan anders noemen. Ik bedoel, het wordt vertaald als hersenverschijnselen. Nee. Je zou ook kunnen zeggen hersenschimmen.
Ik kan het boek niet helemaal meer... Ik heb het boek helemaal van kaf tot kaf doorgeploegd. Maar ja. Hij staat erbij stil dat je wel kan zeggen dat bakstenen denken. En dat ze eigenlijk wel bewegen. Nee, maar heb je de laatste keer een interview gezien met een baksteen? Nee, nee. En was het een geile baksteen of was het een zwarte baksteen? Of zo? Nee, bakstenen die werken het denken tegen. Doelbewust. Ja. Want, en dat bedoelt hij met hersenen. Hij bedoelt denkverstein. Oh, dat hij een baksteen voor zijn kop heeft gekregen. Nee, hij bedoelt... Nou, daar kun je ook aardig van gaan houden. Hij bedoelt, ik zal het je uitleggen. Hij bedoelt dat als je dan een object ziet... Dan zijn er objecten en die denken dus, die hebben een hersenverschijnsel. Dus in die objecten zit een hersen. Objecten die denken? Ja, er zijn objecten die denken. Begin jij nou ook te hallucineren? Die denken, ja. Ik heb nog nooit een steen iets filosofisch horen zeggen. Dus ik neem niet aan dat een steen denkt. Dat betekent niet dat alle objecten, alle individuen niet denken. Want jij hebt een... Je hebt een hele mooie steen. Een ondeelbare steen. Jij hebt één ondeelbaar ding gevonden. Namelijk de Venus van Milo. En die kon niet denken. Alle objecten kunnen niet denken. Ja. De penis van Pilo heb je het over. Nee, de Venus van Milo. Ik dacht even aan iets anders. De Nachtwacht van Rembrandt. Heb je als je het liever hebt. Ja, ook hartstikke mooi. Hè? Ja. Kijk je wel genoeg kindernet porno? Nee. Even kijken, dan heeft het over bewustzijnsprocessen en de corresponderende hersenverschijnselen. En de corresponderende hallucinaties. Dat zou je misschien bedoelt je, want je bewustzijnsproces... Dat is ook maar een hallucinatie. Nee. De bewustzijnsproces, dat staat voor de individuatie. Oh, wat staat voor groei? De bedoeling is dat je nu meer weet dan de vorige keer. De bedoeling is dat je groeit. En dan vooral niet zozeer, want met je 18e ben je als mens uitgegroeid. Maar dat je denken blijft toenemen. En dat je steeds gedifferentieerder. En dat is een groeiproces. Dat is je bewustzijnsverschijnsel. Ja. Waar haal je die onzin vandaan? Dat je uit het boek. Inleiding in de metafysica van professor Dr. G. Heijmans, ja. En dan haal jij dus uit dat je op je 18e bent uitgegroeid? Nee, als lichaam ja. Ik ben echt niet langer lul, dacht ik dat ik mijn 18e 1,15 meter was. En pas met mijn 30e kreeg ik een groeispeurt. Nee, natuurlijk niet, homo. Toen was ik ook 1,80. En toen begon mijn haar uit te vallen. Ja, tenzij je dat ook beschouwt als groei. Maar ik bevond het niet. Ik beschouw alles als groei. Nou, ik vond het niet echt bevorderlijk voor mijn... Maar dat was ook misschien wel goed ook, want met vrouwen moet je niet omgaan. Zo, die kwam er lekker uit, zeg. Nou, met vrouwen moet je niet omgaan, dat is dan ook weer niet veel te hard. Maar je moet er natuurlijk wel... je moet ze wel met een korreltje zout nemen, laat ik het dan zo zeggen. Je moet vooral bang voor ze zijn. Hoezo? Ja, dat vind ik de beste strategie. Altijd heel beducht. Ik ben dus met Claudia, even heel in het kort, maar met Claudia ging ik op vakantie. En de Clio was door meneer Kruidentuin en zijn stiefzoon meegenomen naar Tsjechië. En ik dacht dat het allemaal goed zou komen, want het ging over een vakantie van een week naar Tsjechië. En ik was nog meegevraagd en ik had gezegd nee, want ik weet al precies hoe dat gaat. Het is Slibovic van hier tot Tokio. Hij is ook wel leuk natuurlijk, maar dat had ik even gezien. Die lui, die twee dus, hebben een weekje eraan geplakt. Want daar hadden we dus geen auto. Flipcursus op de snelweg, zei ik. Nee, ik denk niet dat ze dronken gesopen hebben. Dat is een, nee, maar Slibovic, slipcursus op de snelweg. Zonder meer ging dat goed. Nou, toch wel. En toen had zij dus nog een auto weten te regelen via haar dochter. Oh. En toen dacht ik al, die terugreis, ik weet niet of dat goed gaat hoor. Ik had een beetje een vaag voorgevoel. Toch een slipper. Het bleek dus dat meneer Kruidentuin en zijn pleegzoon... die zouden echt niet op tijd terug zijn in Nederland om ons op te kunnen halen. Dat was terugdingen. Ja, jammer. Nou, toen vielen we dus terug op die auto van de vriend van haar dochter... die ons al terug zou brengen. En die ging kapot. Nou, typisch. Ja, dus niet nadat hij ons was opkomen halen, maar van tevoren. Dus het... Nee, maar dat is de wet van Murphy. Absoluut.
En toen had ik echt zo'n gevoel. En mijn vriendin die ging dus helemaal van... Want toen ben ik gewoon heel rustig gebleven. Ah, dat vond ik wel cool van mezelf. Cool. Cool, daddy. En een hoop gedronken, jongen. Jij? Wij. Ja, en trouwens, die mensen op die camping, die lusten er ook wat van, hè? Zo. Maar je bent daarna toch niet weer in de auto gestapt, hè? Ik zeg net dat de Clio in Tsjechië zat. Oh, ja. Nou, als je zo dronken bent, dan kan dat ding ook maar beter in Tsjechië zijn. Nou, zondagochtend waren we niet meer dronken, hoor. Toch niet? Ja, kom op, je hebt de hele nacht geslapen. Heb je dat nooit meegemaakt? Dat je 's morgens wakker wordt en ben je niet meer dronken? Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Nou ja. Ja, en als je dan niet gelijk weer door gaat drinken, dan... En wel koffie. Ja, koffie, ja. Maar daar word je niet eens dronken van. Van koffie word je niet dronken, hoor. Nee, daar ben ik nog nooit dronken van geworden. Nee. En toen kregen maar we dus het nieuws dat de BMW kapot was. Ik drink het wel eens, 's ochtends. Oh ja? Ja, maar het helpt me wel bij het wakker worden. En dan ga ik meteen denken van, oh ja, ja. Even naar de supermarkt om bier te gaan halen. Dat, oké, en dan heb jij dus last van je ego. Hoezo? Omdat jij denkt dat je 's morgens koffie nodig hebt. Niet eens het feit dat ik denk daarna van, hey, laat ik 's bier gaan halen. Dan heb ik geen last van mijn ego. Nou, ik begon met die koffie. De koffie dus wel. Nee, daar begon ik mee. Ja, hey. Dat alleen al. Doe jij suiker in je koffie? Nee, alsjeblieft zeg. Oké. Oh, man. Ja, melk suiker. Bij jou, je koelkast is toch al... Nee, of heb je poedermelk thuis? Of drink jij dus gewoon suiker? Ik heb poedermelk thuis, maar dat is alleen voor de gasten. Want ik vind dat je de werking van de koffie niet moet verpesten. Ik vind ook dat mensen meer geld betalen voor decaf dan gewoon voor koffie. Ongelooflijk. Dan drink je dus een spul waar je wakker van zou moeten worden. Ja. Maar dan haal je het spul eruit waar je wakker van wordt. En daarvoor moet je meer betalen dan het spul waar je wel wakker van wordt. Ja, ja. Ik snap mensen soms niet, hoor. Echt. Als ik het goed begrijp, heb jij dus geconstateerd... Goh, mijn lichaam wordt 's morgens vroeg niet wakker, zoals ik dat wil. En dus ga ik mensen, daar... Niet elke ochtend. Ik bedoel, meestal wel, want ik drink niet elke ochtend koffie, hoor. Nou, dat is een fabeltje. Oké. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Je hebt niet echt een koffieverslaving. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk steeds minder en ik voel me er eigenlijk steeds prettiger bij. Dus, Was wel leuk. Ik was met mijn dochter, niet zo lang geleden, moesten we naar Almere. En ze wil altijd de radio aan. Sinds ze de door leukste haar... stad van Nederland. Ja, ja. En wil ze de radio aan en ze weet wel dat ik daar een pesthekel aan heb. Ah. Maar ze vraagt het iedere keer weer. En ik streek met mijn hand over mijn hart, want ik had al 3 keer nee gezegd. Maar dan moet je zo'n keertje... Zet hem eraan dan. Zet hem eraan dan. Hij was dus zo'n Hilversumse jockey. En die ging het dan hebben over dat er onderzoek gedaan is... dat mensen Coca-Cola uit een glas aanmerkelijk lekkerder vinden... zeker als het een Coca-Cola glas is, dan uit een koffiemok. Ja, gek hè? Ja, dat zijn dus mensen die zitten in het ego. Hè? Nee. In de mind. In de mind moet je misschien zeggen. Niet wat hij hier ego noemt, denk ik maar. Nee, maar dat is dus net zoiets van als je een schouwei koopt. Of een uitloop-ei. Vrije uitloop. Proef jij het verschil? Ik niet hoor. Ja, maar terug naar die cola. Hoe verklaar je dat? En toch zijn hoe er dus verklaar mensen... jij dat verschil? Dat was echt was een DJ op Hilversum 3, man. Of Radio 10. En of toch whatever. Zijn er mensen die betalen extra voor vrije uitloop-eieren. Waarom? Omdat ze... Uit medelijden met de kippen? Nee, omdat ze er gewoon een goed gevoel bij krijgen. Oké, maar nu terug naar mijn vraag aan jou. Ja. Waarom smaakt... kan je een proef mee doen... gegarandeerd 100% raak. Meer dan de helft van de proefpersonen, of een aanmerkelijk deel van de proefpersonen, vindt gewoon de cola uit een koffiebeker minder lekker dan cola uit een Coca-Cola glas.
Oké, dan... Waarom is dat? Ik weet dat het onbeleefd is om een vraag met een tegenvraag te beantwoorden. Ja, dat lijkt me nogal wel. Je gaat nu antwoord geven of je gaat gewoon zeggen, Perry, zet maar een muziekje op. Dan krijg jij 15 minuten de tijd om na te denken. Kan je ook eronderwijl even naar het toilet? Ik geef antwoord door middel van een vraag. Dat kan niet. Ja, dat kan wel. Waarom is dat? Zeg dan gewoon, ik weet het niet. Waarom? Zelfs als mensen weten dat ze een placebo krijgen, werken placebo's. Dat is totaal onderbouwd. Onderbouwd bedoel ik. Dat is bullcrap. Wat je nou zegt. En daarom smaakt een cola beter uit een glas. Omdat dat veel luxer is dan uit de fles. Of uit een of andere, of uit een blikje. Want dat is veel luxer. Oké, daar heb ik er nog één. Ze hebben in Wageningen bij het voedingscentrum. Ik snap ook niet waarom dat is. Onmiddellijk ga ik een Kalashnikov-bom opgooien en stuur ISIS erop af. Maar dan doen ze onderzoeken. En een van die onderzoeken is dan dat iedere proefpersoon wordt uitgenodigd om plaats te nemen in een soort hokje. En dan krijgt hij dus, dan krijgen al die proefpersonen, die krijgen hetzelfde voedsel. Dus een boerenkool met worst bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat of hutspot of pizza, maakt niet uit. Maar ieder hokje heeft zijn eigen kleur. Er zit een lampje in. En dan kunnen ze gewoon qua kleurtemperatuur afstellen. Zo'n lamp heb jij ook, toch? Dan kan je zo... Ja. Nou, bij welke kleur vonden de mensen het eten niet zo lekker? Bij groen, denk ik. Bijna in de buurt. Ja, groen licht. Ja, dan gaat vlees er ineens wel heel erg raar uitzien. Groente trouwens wel een stuk beter. Het antwoord is fout, maar mijmer vooral door, want dan help je de kijkeraars en jouw proces om duidelijk te maken dat er zoiets is. Cyaan, om maar wat te noemen. Ja, meer blauw erin. Ja, meer blauw erin. Groen, maar dan met een beetje blauw erin. Dat is cyaan, toch? Mm-hmm. Ah. Maar goed, wat is het ultieme? Ja, het hangt ook weer van de voeding af, hè? Nee, geldt bij allebei. Wat is de winnaar meestal? Bij welke kleur ligt? En het gaat om gewoon echt niet een goede lamp die je... geen kaarsje erbij, helemaal nee, niks. Nee, maar kijk, als je me nou vraagt welke kleur is het beste... Voor wat? Om mensen het eten niet te laten smaken? Nee, om mensen het eten wel te laten smaken. Ja, dat geeft niet om. Dan is het gewoon geel. Dus ja. dan moet het paars zijn, want dat is het tegenstel van geel. Zoiets, ja, paars of blauw. Als je echt blauw erop gooit... I know. Van een 17 of 16. Dan ziet verse groente er zelfs nog bedorven uit. Ja. Even voor de kijkeraars, Marco en ik hebben en beide... Vlees ziet er al helemaal niet uit. Het vlees ziet er helemaal niet uit. Ja, nee joh, dan moet je blacklight opzetten op vlees, man. Wow, of op groenten. Ja. Wil je het helemaal niet meer eten? Nee. En dat is je mind. En dat is je mind. Dat is, want dat kan je, want als jij dat weet, want ik heb het nu met jou over gehad. En wij zitten in Auschwitz versie 7.3 allebei. En we mogen alleen maar eten bij blauw licht. Dan zeg ik tegen jou, denk erom. Het eten is hetzelfde. Hè? Dat licht maakt niet uit hoe het smaakt. Hè? En of je dat kan van... Nee. Alleen als je last hebt van je mind. Ja, precies. Ja. Maar aan de andere kant, het went. Ik bedoel, na 10 dagen in blauw licht gegeten te hebben, merk je geen verschil meer. Of je nou wit of blauw licht hebt. Ja, precies. En dat kan je bij de eerste keer ook doen. Dus als ik meegedaan had aan die Coca-Cola test. En dan krijg je dus een glas Coca-Cola. En je krijgt een mok. En dan staat thee staat erop of zo. Of biogroentesap. Maar er zit hetzelfde spul in. Dan proef ik gewoon zo. En dan denk ik, nou dat is het ene. En dan denk je andere. Ja, en dan zeg ik, smaak allebei hetzelfde. En dan wordt er gewoon gezegd, oh meneer, u bent geslaagd. Ja, want de... En al die sukkels die kiezen voor de Coca-Cola glazen, ja. Ja, meneer, u bent geslaagd en u behoort tot die kleine groep mensen die zeggen dat is gewoon hetzelfde spul. Terwijl de meeste mensen zeggen van, nee, dat in het glas is beter dan in die mok. Ah ja. Terwijl het hetzelfde spul is. Dus
Zit jij je nou voor mij voor de gek te houden of zit ik nou mijzelf voor de gek te houden? Ja, het gaat erom dat jij nu beaamt dat er zoiets is als een mind. En een mind, dat die kan mind control over zich heen krijgen. En dat wordt ook gewoon gedaan. Er wordt gewoon gezegd, een relatie met een vrouw heeft pas waarde als je daar minimaal 2 keer per week overheen gaat. Om het maar even netjes te zeggen. In mijn tijd was dat echt bontol op de radio. Er was er weer een onderzoek gedaan. Paren moeten 2 keer in de week seks hebben. Nee, je moet dat is je fucking mind. Als je daaraan overgeeft. Je moet er gewoon in 1 keer overheen komen. En dan heb je er verder geen last meer van. Ik bedoel als je samen woont. Als je echt een relatie hebt. I know. Ja. En dat is je mind. Die kan gecontroleerd worden. Dan moet je I know. Daarom heeft Boeddha ook, de Boeddha kwam dus met zijn mindbestrijding, want daar gaat het om. Je moet je eigen mind bestrijden. Nee, dat is onzin. Wel. Nee, hij zei, laat je mind niet door anderen beïnvloeden. And make up your own mind. Dat zei hij. Wacht eventjes hoor. Alleen, dat moet ik bedoel... Dan moet je niet tegen een boeddhist zeggen hoor, wat ik net zei, want die zal dat zonder meer tegenspreken, want die wil de Boeddha aanbidden, en terwijl Boeddha heeft gezegd... Dat is helemaal niet waar! Jongens, hou er nou toch eens mee op met iets of iemand te aanbidden, weet je, er is nergens voor nodig. Als je gewoon zorgt dat je een bepaald pad volgt, het pad van de rechtvaardigheid om het zo maar te zeggen, dan komt alles goed. Ja. Ja, ik weet dat hij... Ja, je gaat mij toch geen Boeddha les geven? Dat is een beetje idioot, hè? Om tegen mij te zeggen... Perry, je krijgt van mij een rekenmachine, want je houdt van computers. En dan ga ik je uitleggen hoe je 3 keer 4 kan uitrekenen. Oh, dat lijkt me wel een goed idee in jouw geval. Ja, dat is 12, idioot. Ja, nee, want jij kunt 1 en 1 nog niet bij elkaar optellen, dus... Bij 1 en 1 vraag ik onmiddellijk, waar heb je het over? Nee, dat bedoel ik maar. Dus voor jou zou een rekenmachine helemaal geen slecht idee zijn. Ja, behalve dat ik het uit mijn hoofd kan. En ik heb een nummer geschreven, dat heet 1 plus 1 is 1. Oh, nou, dat is mooi. Ja, mooi hè, dat ik het gedaan heb. En uitgevoerd. En, met alleen maar met mijn woord en mijn zang en 1 gitaar. Ja, ik heb het gewoon gedaan. 1 plus 1 is 1. Ja, denk er even over na. George Orwell. Ja, ik vraag me even af hoeveel bits je daarvoor nodig had. Over wat? Ik zeg je net, ik had mijn stem en mijn Stratocaster had ik om mijn nek. En die was ingeplugd en ik had zo'n analoge overdrive-installatie met 2 van die, een stompbox. Okay. Hoeveel bits waren dat? Ja, vertel het maar. Ik krijg ineens een visioen van Pippi Langkous. En die zei ook 2 plus 2 is 5. Wie wil van mij leren? Ja, richt de wereld in. Nou ja, enzovoort. Ja. Nou ja, 1 plus 1 is 1. Gewoon klaar. Oh, ja. En George Orwell, om het even uit te leggen voor de kijkeraars. Ik wens me even tot jullie hier. Jullie hebben misschien wel die verschrikkelijke film gezien. Of dat verschrikkelijke boek gelezen van 1984 van George Orwell. Heel belachelijk boek. Waarin Winston Churchill... Hij heeft veel betere dingen geschreven. Oh ja, ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Ik ben helemaal niet mee eens. Voorbeeld. Oké, goed. Even dat in sommige scholen in Amerika verboden is, overigens. Ga daar weg, man. Eventjes dan een korte pauze. Want Marco Robbersham heeft zo'n geldingsdrang. Dat komt als een mind. Dat hij denkt van, oh, Perry gaat een punt maken. Dat moet ik niet hebben, want straks sta ik als verlorene. En dat de waarheid boven tafel... Heb je het over jezelf, Perry? Wat er? Heb je het over jezelf, Perry? Ik vind dat je namelijk een heleboel aan reflectie doet op dit moment. Ja, want ik wilde een anekdote vertellen en het is nu afgelopen. Ja, nee, maar... We gaan aan de luisteraars kijken en vragen of ze de rest van dit verhaal willen horen. Jij doet. We gaan aan de kijkeraars vragen of ze de rest van mijn verhaal willen horen. En dan loof ik een mars of een nuts uit voor iedereen die een like doet of zo. Dus jij koopt jouw publiek om? Ja. Ja, je moet ze toch wat geven voor een stem. Ja. Tegen mij in, weet je wel. Ja, natuurlijk.
Als ze tegen mij stemmen, dan krijgen zij een mars. Ik weet dat ik het over de waarheid heb. Ik weet wat George Orwell heeft opgeschreven in zijn roman. En daarom moet jij je luisteraars omkopen. Ja, je zal... De Jezuïeten... Ja. Kijk, mijn opponent... Die waarschijnlijk eerder in de hemel komt dan ik, dat weet ik ook niet. Wees blij, joh. Maar goed, mijn opponent, die heeft als credo... mijn opponent heeft als credo... Het doel heiligt de middelen. Oké. En van welke orde heb ik het nu over? Van welke orde is dit de eed? Van welke orde, ik zal je helpen, was binnen de katholieke kerk. Welke orde? De katholieke kerk? Ja. Ik dacht even dat het nieuwe wereldorde was, maar... Dat is de katholieke kerk, ja. Is dat de nieuwe wereldorde? Ja. Ah, kom op, man. Ja. Die zijn zo ouderwets. Oh ja? Tegenwoordig mag je als atheïst zelfs lid worden, lid blijven. Je mag gewoon zeggen... Homo's, sodomieten moet je zeggen. Sodomieten. Het is niet zo dat je lid mag blijven. Je zal het moeten. Maar dat je lid moet blijven. Ja, natuurlijk. Ja. Dus... Goed, maar jij bent nog steeds katholiek, omdat je te lui bent om je uit te schrijven. En je bent ook te lui Weet je hoeveel werk dat is om me uit te schrijven? En wat ik dan allemaal wel niet moet doen en welke mensonterende activiteiten ik dan moet ontplooien om uit die kerk uitgeschreven te worden? Oké, geef even een korte beschrijving. Je weet, dat is niet zomaar eventjes iets. Wacht even, Marco. Ik schrijf even een brief aan de paus van... Hey, wacht paus, even, moet je echt eventjes breken? Want ik heb het idee dat we al behoorlijk lang bezig zijn. Dus ik maak nu een korte afsluiting. En dan mag Dan mag je gelijk weer door, ja? We hebben nog geen 2 uur bij elkaar gepraat, kom op. Ja, kom op. Eventjes een korte knip. Knip?